Wateroverlast in Balo moet tot de verleden tijd behoren nu de Quisbeek is aangepakt. In dat gebied tussen Stogger in Helden en de Maas in Balo hebben de gemeente, het waterschap, de provincie en inwoners de handen ineengeslagen om de wateroverlast aan te pakken en de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Dat is gedaan door het laten meanderen van de beek en het beekprofiel aan te passen. De herinrichting werd feestelijk geopend. In 2018 zijn we een heel intensief samenwerkingstraject gestart, samen met de gemeente, met belanghebbenden, maar ook met alle inwoners. We hebben een drietal werkgroepen gevormd die aan de slag zijn gegaan, die meegekeken hebben, die meegedacht hebben, die meegepland hebben. En wat uiteindelijk geleid heeft tot dat mooie, prachtige, door allen gedragen project waar wij vandaag echt de feestelijke opening van gaan doen. Ik wil jullie allemaal echt een compliment daarvoor geven en ik zou het fijn zijn als we zowel voor de mensen van de werkgroepen als voor de medewerkers een hartelijk applaus geven. Gaat ie? Ja, en jazeker. Naast dat er een lint werd doorgeknipt voor het ontsluiten van een van de vele wandelpaden, werd er bloemenmengsel ingezaaid en een bankje onthuld. In 2018 werd gestart met de planvorming voor de toekomst van het gebied. De oprichting van verschillende werkgroepen werd een feit en eind 2020 gingen de eerste werkzaamheden van start. Ook de dorpsoverleggen speelden een belangrijke rol. We hebben een mooie werkgroep in Helderdorp op kunnen richten. En ja, die mensen zijn toch regelmatig bij elkaar geweest en hebben zo hun inspraak kunnen zegevieren, laat ik het zo zeggen. Wat wilde het dorp vooral? Nou, we wilden eigenlijk ook de regenwateropvang zo maken dat Barlo eigenlijk niet meer onder water loopt. Dat was eigenlijk. En een mooi natuurgebied eraan overhouden. Al is het natuurlijk, ja, om iets moois te krijgen moet je eerst rommel maken. En als, dat is net als bij verbouwen, precies hetzelfde. Ja, men is ook heel blij, met name in Soeterbeek, dat er maatregelen zijn getroffen. En dat het daadwerkelijk ingevuld is nou. Maar we zijn ook heel trots op ons parkbos. En dat is nog op dit moment nog niet in de picture, maar daar zijn we nu mee bezig. Om te zorgen dat ook weer beleefbaar wordt voor de inwoners. Maar ook voor de recreanten. Dat mensen kennis kunnen maken met allerlei soorten bomen. En ook het water wat daar via de molen loopt. En dat is hartstikke mooi. En dat bedoelt u op het park bij de kasteelweide? Ja, men zegt, het rapport wat is opgesteld, begint met de titel van: dit is een pareltje van Peel en Maas. En ik zou zeggen, kom kijken. Wij hebben echt een hands-on mentaliteit. Wij lossen dat op. En liefst nog zelf ook nog eens een keertje. En dit vind ik zo mooi in dat project. Als ik zo terugkijk naar dat project en hoe we begonnen zijn. En ik zag, we kwamen langs de werkgroepen en ik zag mensen helder denken hoe we gaan het probleem in Balen oplossen. Dat zijn wij. Dat zijn wij als gemeente. Dat zijn jullie als gemeente. En dat vind ik mooi. Dat maakt mij zo enorm trots op dat project. Dat iedereen mee heeft gedacht. En dat de ideeën die bedacht zijn, toen aan tafel. En die ideeën die van jullie kwamen van: nou, als we in onze omgeving eens wat gaan doen. En als we dat eens gaan verwerken, dat plan. En dat we dat hebben uitgevoerd, daar ben ik echt enorm trots op. Dat vind ik echt een van de allermooiste projecten die we afgelopen jaar gedaan hebben. In 2018 werd gezegd: dit is een experiment in het kader van de Omgevingswet. En hoe betrek je de mensen vanaf het begin, van echt letterlijk van het begin, erbij dat zij iedereen de kans krijgt om een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van zo'n project. En dat heeft vele facetten, zoals Sepp al zei. We hadden meer dan 1000 mensen aangeschreven, want er wonen mensen die daar wonen, maar mensen die daar eigendom hebben, maar die daar ook gehuurd hebben, stukken grond. Die hebben we allemaal erbij betrokken en de gelegenheid gegeven om hun inbreng te hebben. En ik denk dat heel goed is gelukt. De herinrichting van de Quisbeek is dus een feit. De dorpsoverleggen hopen dat de aanpak zoals bij dit project ook bij andere projecten wordt gehanteerd. We zijn nu dadelijk bij de hoogwaterbeschermingsplan, de Maas. En daar moet nog een afstemming plaatsvinden. En daar is een nieuwe werkgroep voor opgericht, waar ook weer iedereen bij betrokken wordt om daar inhoud aan te geven op de manier zoals dat hier is gebeurd. Dus het krijgt wel weer een vervolg? Ja. Ja, de mensen die er wonen weten het beste hoe het water functioneert. En wat de gevolgen zijn als je iets doet of als je iets niet doet.